een verrassing vanmorgen. Ryanair sluit per november de basis met nu nog 4 en straks 3 toestellen hier op Eindhoven Airport. Wat dacht u toen? Nou, als er zoiets gebeurt met een van de belangrijkste klanten van Eindhoven Airport, dan ga je wel even heel hard nadenken wat dit betekent voor Eindhoven Airport. Gelukkig kom je tot de conclusie dat dat het effect gematigd is. Maar het betekent wel iets voor een hele grote klant van Eindhoven Airport in het komend winterseizoen. Want Ryanair vliegt 155 vluchten per week. Dat worden er zo'n 130. Ja, toch wel 25 vluchten per week minder. Is er ook minder te kiezen dan? Ja, er zal ongetwijfeld wat minder te kiezen valt. Als je zegt van er blijven de 130 over, dat betekent dat 85% van het netwerk in stand blijft. Dus de meerderheid van de bestemmingen wordt gewoon aangevlogen, ook in het winterseizoen. Dus de consument houdt nog een heel veel keuzes over, gelukkig. En waarschijnlijk, Ryanair kennende, zullen ze vooral de minst rendabele vluchten skippen? Ja, dat is altijd zo. Dat is gewoon een bedrijfseconomische wet volgens mij. Dat als je zoiets moet doen, dat je het netwerk gaat optimaliseren. Dus dat zal Ryanair dit keer ook zeker doen. In de zomer 4, in de winter 3 toestellen die hier staan gestationeerd. Zoals er nu eentje buiten staat van Ryanair. Wat betekent dat nou voor de werkgelegenheid? Nou, die neemt af. In ieder geval voor het Ryanair personeel hier op Eindhoven Airport. Wat ze met het personeel gaan doen elders in hun netwerk, dat weet ik niet. Maar hier op Eindhoven Airport zal het toch bij het Ryanair personeel zo'n 100 tot 150 arbeidsplaatsen schelen. Voor al het overige personeel, Eindhoven Airport eigen personeel en alle toeleverende diensten, verwacht ik geen effecten. Want er zijn nog genoeg andere maatschappijen en Ryanair blijft ook nog met andere vluchten, waardoor er nog voldoende werk is. Ja, uiteindelijk betekent dit voor het winterseizoen ongeveer een teruggang in het aantal passagiers van 6%. Op de langere termijn verwacht ik dat hetzij Ryanair, hetzij de andere luchtvaartmaatschappijen waarvan we weten dat ze interesse hebben, dat gat wat Ryanair achterlaat gaat invullen. Tja, het doemscenario is dat die piloten en het cabinepersoneel van Ryanair naar een of andere gulagarchipel in Wit-Rusland wordt verplaatst. Hun toekomst is onduidelijk, onzeker. Ja, het is natuurlijk Ryanair personeel, maar het is wel onderdeel van de Eindhoven Airport familie. Dus we maken ons daar ook zorgen over. En ik hoop echt dat het personeel van Ryanair hier niet de dupe van wordt. En dat ze elders in het netwerk van Ryanair gewoon een baan behoud kunnen nastreven. Ja, Eindhoven Airport groeit en groeit, zit al te krap in haar jasje misschien wel. Aan de andere kant geeft dit misschien ook wel lucht, geeft ruimte voor andere maatschappijen om in dat gat te springen dat Ryanair nu openlaat qua aantal slots, qua aantal vluchten en landingen. Zover wil ik nu nog niet gaan. Het betreft een maatregel van Ryanair puur voor het komende winterseizoen. Hoe ze daarna zomerseizoen 2019 en verder, hoe ze dan weer terug gaan komen of ze gaan terugkomen, dat zullen we merken. Maar wat we wel weten, dat mochten zij besluiten hier toch op de lange termijn wat minder vluchten te doen, dat er genoeg animo is van andere luchtvaartmaatschappijen om dat gat op te vullen. Opgestaan plaatsje vergaan? Als het zo kan je het allemaal uitleggen, maar we bekijken het stap voor stap en de eerste komende stap is het winterseizoen 2018-2019. Hier schrik je van, met name voor het personeel. Ik vind het eigenlijk vreselijk wat er gebeurt. Het zou je maar overkomen, hè, vanaf de ene dag op de andere. En daar maak ik me net zo zorgen van, ook al is het geen Eindhoven Airport personeel, maar nogmaals, ze horen wel tot de Eindhoven Airport familie. Dus ik wens hen vanuit de grond van mijn hart heel veel sterkte. Komt u nou door de staking van afgelopen vrijdag? Dat is allemaal speculeren. Het zou ongetwijfeld een mengelpot zijn van redenen die bij elkaar opgeteld tot dit besluit leiden. Maar dat het ergens invloed heeft gehad, vast en zeker. Maar ik ga daar niet over. Het is uiteindelijk een Ryanair besluit.